Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we voor jullie weer een spiksplinter nieuwe Command Showcase. In de Command Showcase van vandaag gaan wij een kijkje nemen hoe jij een tafeltennistafel die ook echt werkt in je vanilla Minecraft wereld kan krijgen. Daarvoor moet je natuurlijk eerst even het command invoeren, dus dat gaan we eerst even doen. Daarvoor typ je in de chat /give@p en dan commandblok. En als je de commandblok hebt, dan ga je even in de beschrijving kijken van deze video. Daar zal een linkje zijn naar de website van de command. Hij is gemaakt door Mr. Garrette. En als je hem in ieder geval in het commandblok hebt geplakt, dan klik je even op Always Active en dan gaat het... dan gaat het machinetje in ieder geval spawnen. Als het goed is, moet hij nou werken? Ik denk het wel. We gaan het even uittesten. Ik heb hier bij de village in ieder geval in de chest een aantal items zitten. Waarmee wij die tafeltennistafel kunnen maken. Met verder ook het bedje en het pingpong balletje. Dus we hebben er veel zin in. Laat even een duimpje omhoog achter. Verder ben ik vandaag met mijn broertje om te demonstreren hoe het tafeltennis werkt. Want je kan namelijk... het is eigenlijk de bedoeling dat je het met z'n tweeën speelt. En verder zou je ook eventueel tegen een villager kunnen spelen. Of villager tegen villager laten spelen. Dus dat gaan we vandaag even doen. Allereerst heb ik hier de items. De recipes voor alle dingetjes. Eens even kijken. We hebben als eerst de bone meal samen met de button. Die samen geven de pingpongbal. Dan heb je verder de stick en de wooden pressure plate. Die geven het bedje. Het tafeltennis paddle. En dan heb je verder de redstone repeater. En de heavy weighted pressure plate. Die geven de tennistafel. Om nou een werkende tafeltennistafel te kunnen genereren. Moet jij het bedje en de tafel samen gooien en dan krijg je het spawn egg ervan. Verder heb ik ook even spawn egg van de villagers. Die gaan we zo meteen gebruiken. En ik zou zeggen, we spawnen hem hier neer. En dan heb je hier dus de tafel. De tennistafel. En de bedoeling is dus dat elke speler aan elke kant gaat staan als het goed is. En als die naar links of naar rechts kijkt. Kasper kan het wel een beetje demonstreren. Je ziet het al, dan doe jij het dingetje bewegen. Dan doe jij het bedje bewegen. En ja, je ziet het model die hij gemaakt heeft is best wel geinig. Best wel lollig gemaakt. Ik moet alleen wel even kijken, want in de instructievideo had hij zijn pingpongballetjes vermenigvuldigd. Alleen, ik ben bang als wij nu één keer het balletje gebruiken dat wij hem meteen kwijt zijn. Dus ik moet heel even kijken. Ik denk dat ik gewoon... heel even flink wat bone meal even knal. En even flink wat wooden buttons even neerzet. Zodat wij die balletjes even super vaak gaan maken. Ik denk dat dit wel moet werken. Nee, kak. Dan moet ik heel even... Zo, nou hebben we er super veel. Nou, in ieder geval heb ik nu even wat extra balletjes bij gemaakt. En dan gaan we gewoon een partijtje spelen tegen elkaar. De bedoeling in ieder geval, dus als je dichtbij de tafeltennistafel gaat staan, kan je dus zien, dan kan je door het kijken, kan jij het bedje draaien. En om echt te gaan spelen, moet jij een balletje droppen. Dus Kasper moet nou een beetje gaan opletten, want we gaan nou het eerste balletje droppen. En dan moet hij dus ervoor zorgen dat hij deze dus raakt. Even kijken. Oh nee, wacht, die moest je zo op de tafel droppen. En dan, wacht even hoor. Yes. Oh, dat was hem al. Het gaat heel snel. Dat is super snel. We gaan gewoon een beetje proberen hier. Zou het goed in de gaten, hè? Goed opletten. Oeh, kak. Oh, kijk, het gaat al beter. Anders pak jij even het balletje, Kasper. Dan doe jij serveren. Je moet even een stukje afstand nemen ervan en dan op Q drukken. Yes. Oh! Je wist al dat je ging missen. Netjes. Oh. Oh. Yes. Zo zie je maar. Dit is dus echt super grappig. En oeh. Ik doe wel weer serveren anders. Oh.
Maar ja, dit is super grappig. Voor een command is het dus best wel uitgebreid. Je kan het dus met multiplayer doen. Je kan volgens mij niet... Wow, joh. Dat was echt zo'n gekke... Hoe heet het? Effectbal. Oh. Maar oh, we gaan steeds verder naar links. Oh! Netjes hoor. Hij begint al beter te horen hier, die Kasper. Oh. Maar je kan volgens mij niet met z'n vieren dit doen. Zou wel grappig zijn geweest. Kieken triggerd worden. Je kan het helaas niet met z'n vieren doen. Anders zou dat wel echt geinig zijn. Dus nu gaan we het even anders proberen. Kasper, ik geef jou een aantal balletjes. Hier heb je een stack. En dan ga jij spelen tegen een villager. Dus ik ga nou een villager hier neerzetten. Die duw ik naar de tafel toe. Kijk, en nu speelt de villager ook. En nu kan jij dus tegen de villager spelen. Doe dat maar eens. Nee, jij moet zelf zelf serveren met Q. Probeer even... Ja. Oh. Sommige villagers zijn echt super troep. Maar sommige villagers zijn ook best wel goed. Hey! Netjes. Dus zo zie je, nu kan je dus ook tegen een villager spelen. En... Ja, waarschijnlijk wordt de villager steeds beter. Oeh. Naarmate de... Oeh. Ik zal daar anders wel kijken of ik kan serveren. Misschien dat dat gewoon werkt. Netjes. Ik zal daar zelf even proberen tegen de villager. Maar je kan dus ook in de chat zien... ja, wie dus elke keer de bal mist. Dus het is handig om een beetje de score bij te houden. Zou ook wel grappig zijn geweest als hij een automatisch scorebord had gemaakt. Maar helaas zit het dan niet bij. Dus deze is super grappig. Oh, spannend. Daar ik dik smash. Ho. Je kan ook een beetje, volgens mij een beetje zien aan de villager hoe die beweegt en welke kant die hem gaat slaan. Oeh! Het gaat steeds beter, man. Ai! Netjes. Zal ik even proberen? Ik ga nou even tegen de villager spelen. Ziet er best wel geinig uit. Ho. Oeh, net ging het heel goed tegen jou. Oh! Ja. Oh ja, ik heb nog zat balletjes. Uh-oh, volgens mij heb je nou iets... Uh-oh. Omdat je nou 10 van die ballen op de tafel hebt gegooid, zit er nou eentje vast in de lucht. Maakt verder niet uit. Oh, kak. Die kan je niet kapot slaan. Hey. Oh, nou is hij niks weg. Nice. Hij spawnt alleen niet meer. Kom op. Ja, daar ging hij. Wauw. Oh. Die villager is wel echt goed, man. Oh. Oh, nee. Kak. Nou, we gaan nou even iets anders proberen. Nou kan je... Oh shit, nou zit zelfs de pingpongtafel onder de tafel. Lol. We gaan nou nog een villager spawnen. En dan gaan we de villagers tegen elkaar laten spelen. Oh ja, Kasper, kan ook jouw villager spawnen. Kan ook. En dan moet je hem even naar de tafel toeduwen. Zo ja. En dan gaan ze tegen elkaar spelen. Als het goed is moeten wij dus... Ik zal even een balletje spawnen zo. Kijk. Alleen, ik hoop... Ik denk dat ze allebei een andere naam hebben. Maar zo zie je dus, nou spelen ze dus echt tegen elkaar. En dat is wel echt super geinig. Vooral als ze zo goed zijn als net tegen jou. Dus dat kan echt een eeuwigheid door gespeeld worden. Ik zou er maar niet overheen lopen als ze aan het spelen zijn. Hey! Of niet, hier kan je dik Toto op spelen. Gewoon allemaal van die blokken diamonds hierop, hoe heet het? Gambelen. Op wie er gaat winnen. Deze duurt echt lang. Ik ben benieuwd welke villager. Want mijn villager had nou wel 1 punt, hè. Wow, yo. Gaan ze ooit nog eens missen? Of blijft het gewoon doorgaan?
Super gaaf. Daar wel. Oh! Hij gaat... Volgens mij werkt dat niet als je hem wegduwt. Nee, als je hem echt van de tafel weg moet hebben, dan moet je shiften naast de villager. Zie je? Oh, maar nu, denkt het spel dat jij hem deed. Als je wil, kan je nou tegen mijn villager spelen. Dan gooi ik het balletje anders wel op. Oh. Ja, ik pak ze wel. Oh. Villager had het alweer gezien, die andere. Oeh. Ja, blijf. Dit is wel echt, moet ik zeggen, een van de leukste commands. Oh. Moet ik hem nou tegen spelen? Netjes. Oeh. Dit is wel een vervelend hoor. Nice! Nou, en als je dus de villager weg wil hebben, dan moet je er gewoon naar shiften. Doen wij gewoon even voor de voor finale, doen we even nog eentje tegen elkaar. Moet niet shiften dan, hè. Yes, ready. Dan gaan we voor de finale. Oh! Helaas. Nou, netjes. In ieder geval bedankt Casper voor het meedoen vandaag. Want anders ja, konden we het niet zo goed laten zien. Natuurlijk kon ik het wel alleen maar de villagers laten zien. Maar ja, het is wel zo leuk om dat ook even met iemand anders te doen. Dus even, ja, dankjewel Casper voor het meedoen. Wil je het zelf uitproberen? Kijk in de beschrijving, er zal een linkje naar zijn. Je moet het hele command moet je kopiëren. Het is een beetje lastig kopiëren. Dus je moet even het donkere venstertje moet je even rechtsonder. En moet je even eruit slepen, wat verder slepen. En dan kan je de hele command kan je kopiëren. En zoals je zag aan het begin van de video, moet je hem dan in de commandbox plaatsen en dan wordt de machine en dan kan je het zo allemaal doen. Heb je verder nog leuke suggesties voor toekomstige command showcases? Laat het weten. Hier ondertussen Deadster tussen de villager en Casper. Voor de video leuk, laat zeker een duimpje omhoog achter. Ben je nieuw, vergeet niet te abonneren. Dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwste uploads. Laat ook even achter wat je van de video vond. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later hè mensen.